Hi. Vandaag ging ik voor het eerst ooit in Phasmophobia de Asylum map spelen. Dat deed ik natuurlijk niet alleen, want daar is hij veel te groot voor. Dus dat deed ik samen met Banaapje, Sauerwolf en de Tegelsmijter. Laten we gaan kijken. Oeh, nou, daar gaat hij. Ik weet niks daar. Alles ligt bij de balie, toch? Of zo? Bij het begin? Ja. Okay. Ja, dat, maar we moeten hopen dat we dat bord hebben. Dan kunnen we hem tenminste vinden, anders wordt het niks. Heel veel dank aan de InSim voor alle hits en tips. Zelfs dat helpt niet voor Asylum. Nee, dat is waar, maar dan weet je in ieder geval... Ja. Oh wel, we zien het wel. Hopen dat ik het een keer overleef. Let's go! Jack Todd! Nou, lekker parabolische microfoon. Cleanse, escape... En get a ghost to rock to salt. Waar zit dat ding? Oké, de breaker zit beneden. Letterlijk beneden de ingang, volgens mij. Oké. Okay. Oh, deze map speelt gewoon. Ik haat het. Eerst maar eens kijken. Achter de balie. Music box. Music box. Oh nee, hè. Ik ga kijken of ik de breaker kan vinden. Ik ga met je mee. Waarschijnlijk verdwalen we, maar... Als we nu allemaal... Dan ben ik nog iedereen kwijt. Dan weet ik nog niet waar ik heen moet. Volgens mij is het niet de goede kant. Anders moeten we even per 2 of zo. Ik weet niet of het sneller gaat. God. Ik ben met de parabolic mic mee. Ik heb ook een parabolic mic. Waar gaan we heen? Hij zat toch beneden, zei je? Ja, ik kan de trap niet vinden. Ik kan de trap niet vinden. Vertel jij waar de trap is dan? Ja, ik kom hier... ik kom hier voor het eerst, hè? Jij niet. Jij komt hier niet voor het eerst. Ik kan toch in die bus gaan staan? Ja. Om te kijken waar we zijn. Ja, moment. Als ik de uitgang kan vinden... Oh ja, dat is hier. Ik ga wel even naar de bus. Oh, ik heb de trap gevonden. Oh, top. Maar ik moet nu eerst weer vinden. We hebben al een IMF 5. Echt? Ik heb een deurtje open. Ik ben op zoek naar de breaker, maar ik heb geen idee eigenlijk. Wacht even hoor. Nee, ik zie nog niemand. Oh jawel, oké. Nu naar links. Lopen. Gewoon doorlopen. Ja, loop maar door. Ja, ik kan niet sneller. Weet je joh, loop eens door. Oké, nu links. Nu nog meer links. Links. Ja, daar. Hallo. Daar is het, achter. Daarachter zit hij. Ja. Yes, ik heb hem. Beter. Nu moet ik weer terug. Ja. Gewoon naar rechts. Okay. Naar rechts. Nee, je moet naar rechts, ja. Voor een deur. Gewoon doorlopen nog verder. Hij zit hier rechts. Hier rechts heb je de trap. Hier zit het links nu, denk ik. Ja, nice. Hier, water. Finally. Hebben we dirty? Ja. Even een lampje aandoen. Zo, hallo. Maar ik hoorde ook een IMF'je net. Ja, als het goed is een... Zal het een 5 zijn? Want... Hebben we al een bot gespot? Nope. Ik heb niks gespot. Ja, de breken, maar verder... Maar het is 18 graden bij Dirty Water, dus wat is dit voor een enge shit? Hier een deur. Oh mijn god. Hier, 3 graden. Waar? Hier. Ja, waar hier? Oh, daar. Hier ben je. Deze is ook uit zichzelf open. Welke? Hey, hallo. Oh, IMF5. Ja hoor, maar die wisten we al. Maar... Confirmed. Is het dan hierin? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik heb gewoon een ghost room gevonden, joh. Ligt hier dan ook het bot? Please. Let's go. Ik doe even het licht uit voor de orbs, hoor. Ja, jeetje. Ik ben net blij dat het aanstaat, man. Maar we hebben geen... fingerprints dus. Die geen orbs... Ik denk dat het de hal is, om eerlijk te zijn. Ik ga even bonehunten, hoor. Hé, maar we zijn wel lekker dicht bij de ingang. Dat scheelt. Dat wordt niet verdwalen. Ja. Naar de ingang.
deze kant. CJ heeft gewoon gehoord dat wij het voor het eerst doen, dus... We worden gespaard. Egg. Of we worden gehackt zometeen. Gaming. Egg. Ik gooi die kaart. Min af. Weer dirty worden. Was er al een foto gemaakt van het dirty water? Ja. Gin, shade, only twins. Yeah. Okay. Winning is winning. Is het hallway, ja, hè? En we hadden IMF 5, zei je? Ja. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nog meer? IMF en freezing. Freezing? Weer IMF 5. Lichtknopje. Ik heb 1,5 graad gezien, dus waarom denk ik dat het misschien hierboven is en dat het daardoor de 20. Waar zit dat lichtknopje waar hij net aan zat? Kijk eens met je thermometer naar het plafond. Oh ja. In deze, hier in de wc is het freezing inderdaad. Waar die net het licht uit deed. Wacht even, want ik kan er niet in. Uit. Wat een klote deur. Wat is dit voor een rare deur? Okay. Jeet. Ik ga wel spullen halen. Als ik, ik heb ook al... Iemand heeft een foto gemaakt van iemand die een camera neerzet in de wc. Maar dat is geen prijzengeld, jongens. Bij mij staat er een deur op. Ik doe de wc-deur dicht. Ik dacht, ik zit de camera op. Ik ga weer naar de bus. Weer dat kutwater uit. Ah, het is in de wc, hoor, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ik zet... Hey. Ah, dit is wel heel relaxed. Lekker dichtbij, zeg. Oh. Doet in mij... Ik ben alleen kwijt waar het was. Ik weet alleen niet waar ik moet verstoppen. Hier is het gewoon zo ver mogelijk wegrennen, toch? Dat is eigenlijk een beetje... Ja. Vraag, hebben we dots? Niemand antwoordt op mij. Heb ik dots meegenomen voor Sound? Ik ga even smutsen. Crucifix mee, denk ik. Ligt er al een boekie? Ja. Okay. Ik heb... vies boekie. Vieze boekies. Ik ga in de wc smutsen. Kijken of die hem pakt. Ja, gepakt. Hier weer dirty water. Where are you? Hey. Are you here? How old are you? Are you friendly? Where are you? Ik word opgesloten op de wc. Ja, maar die deur zit echt druk. Help! Oh, kut. Hij schrijft. Hij schrijft? Ja. Hij schrijft. Dit is shit. Shade. Nou, sorry hoor, maar voor een shade is hij wel erg actief. Als er mee... Ik kan niet, jongens. Er zijn vier mensen in de buurt en hij schrijft gewoon in het boek. Wat is dat voor iets? Heeft er nou iemand zout meegenomen of nog steeds niet? Ik heb wel al een mooie UV, zo. Ik blijf hier wel chillen, want ik ben niet bang voor een shade. Of ik ben ook niet bang voor een shade. Nou, maar... famous last words. Weet je zeker dat je niet bang bent voor een shade? Nou, eigenlijk wel, maar ja. Famous last words. Speedrun, jongens. Speedrun? Dela, je kunt nu in je YouTube-video zeggen speedrun asylum met yeah. Met mate. Maar Nico ziet ook gewoon dat ik iets in mijn hand heb nu. Dat is wel nice. Oké, okay, ik heb op deze... We kunnen nog één foto maken. Oké, okay, musicbox moeten we proberen, jongens. Ja, maar ik weet... Hand, ik weet niet waar ik heen moet. Ik ook niet. Ik heb geen fotocamera. Ik kan geen foto maken dan. Ik heb hier een fotocamera. Waar is mijn zaklamp? Want ik zie het. Ik denk dat het gewoon rennen voor je leven wordt. Ja. Maar welke kant op? Deze gang is lang, toch? Volgens mij is dat... Moeten we ook niet even smuts halen? Hier, ja, ergens op een wc. Smuts heb ik al. Wat dat betreft ben ik altijd... Ik ga even op de kaart kijken, hoor. Wat slim is. Ik pak ook nog wel een smuts als die hier nog is. Dan heeft iemand de camera en... Ik heb een camera. En Tegel heeft een muziekdoos. Okay, dus hij zit daar. Dus in principe... Volgens mij... Is het dan... Is hier een wc, hier, waar ik ben. Oh ja, ja, hier is een wc. Ja, daar ja, ja, oh ja. Nou. Wat de fuck, wat zie je dit? Zit er dan aan de andere kant ook een wc, of is het niet zo simpel? Hier zitten twee wc's naast elkaar. Ik zit er wel vast open, want anders weet ik wel hoe het gaat gebeuren. Allemaal open. Maar waar is de trap? Is hier nou de... Oh, lekker de breaker. Oh. Curry. Ja. Boeien. Nou.
bij de receptie dat ding aandoen en dan maar hopen dat het goed afloopt. Waar is de trap? Ja, die is heel ver weg. Dat is veel te veel werk. Ik denk hier aanzetten. Ja. Grote camera in aantocht. Ja. Are we ready? Oh god. Let's go. Uh-oh. Daar komt ie. Die musicbox. Hij. Volgens mij moet je dichterbij komen, tegel. Uh-oh. Komt ie. Jij ook een foto? Oh god. Ik ben bang. Smudge. Oh, dit is een dichte deur. Oh nee, ik ga dood. Nee. Oh mijn god. Nee. Oh. Oh nee. Ah, oh, dat is. Rip. Heeft ze nou, heeft Tegel nou weer de leven gegeven voor de wetenschap? Ja. Waar is Tegel gebleven, joh? De foto is niet gemaakt. Auw! Oh. Dan kunnen we nog een foto van je lijk maken, dat scheelt. Waar ging je Waar is Tegel eigenlijk? Ik lig in een kamer met vuilniszakken, want ik was echt kapot dom. En ging je de verkeerde kant op? En daarna had ik mijn zaklamp blijkbaar nog aan. Waar is ze nou, joh? Oh. Ik heb geen idee wat ze is. Wat de fuck? Jullie leiden naar waar ik ben. Ja, gooi eens wat ze. Kijk, er staat hier een blauwe beker bij de receptie op de tafel. Als je die nou even optilt en daarmee loopt naar waar je ligt. Oh, deur. Ik heb een smidstick. Nou is die beker wel weg, maar waar is die nou? Die beker is weg. Die beker verdween gewoon. Ik heb de beker gejat. Waar op de grond? Maar die, Dela, loop daar rechtdoor. Wat, hier? Nee, naar mij toe. Naar mij toe. Ja. Iemand staat nu twee meter... Juist. Diegene die hier loopt, ja, rechtdoor met de crucifix. Ja, hier. Oh. Lekker. Je zit met je hoofd tegen de... De arm ligt door de muur heen. Ja. Even kijken nog snel. Oh. Even een screenshot maken. Wauw, je bent gewoon een broken back geest. Tegel, je zit in de hoek, letterlijk. Ja. Nou, we zijn klaar. Letterlijk in de hoek. Let's go. We hebben de speedrun verprutst doordat we nog een foto van Tegel moesten maken. Hey, sorry hoor, Jezus. Wist ik veel dat ik niet tegen die deur aankom, dat ik daar niet doorheen kom. Push the button. Doodgaan door een shit. Echt zielig. Zullen we er van doen? Ja, druk maar op de knop. Ja. We hebben... Oh, we moesten alleen nog escape. We hebben toch escaped? Wat is dat nou? Ja, maar niet dus nee, ik ben doodgegaan. Oh ja, jij bent doodgegaan. Ja. Net niet escaped. Ach ja. Bijna escaped. Hoppa, 300. 300, jee. Dat is wel lekker, hè? Als je op zo'n grote map zit, krijg je gewoon $50 voor de ghost. Dat is wel... In 12 minuten, wat top. Nou, dat voor een eerste rondje Asylum niet verkeerd. Dankjewel voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. En wil je er nog eentje zien? Klik dan hierboven. Doei!